Hallo kijkers van Hyptee, ik ben Mark en ik ben de vraag weer met Rollercoaster Tycoon 2 met Ido. Oké, duidelijk. Nee, maar ja, ik zie nu pas hoeveel geld we eigenlijk hebben en dat is behoorlijk wat. We zitten sowieso bijna aan de 10.000 en ik ga even kijken. Oké, we hebben geen lening meer. Volgens mij hadden we dat de vorige aflevering wel. Nou. Ja, wat is het plan, Ido? Heb je nog iets? Een ding? Een dubbeldekscabine. Misschien is... Oh, fancy. Nee, dat gaan we echt afblazen. Nou, dan ga ik waarschijnlijk wel weer even iets nieuws maken. Maar we moeten even die 3000 bezoekers krijgen, dus ik ga even een nieuw gedeelte op. Dus je gaat een nieuw gedeelte maken met een behoorlijk aantal attracties. Is het er al? Ah, ja, nee, oké. Okay. Nee, maar dan ga ik waarschijnlijk ook even een nieuwe achtbaan maken ergens. Knussel hem hier aan bij, dit stukje. Dat kan. Even zien. Welke zal ik eens gaan maken? Welke hebben we nog niet? Maakt dat wat uit? Ja. Nee. Nou, weet je wat? Ik neem wel gewoon een liggende achtbaan. Ik had eerst volgens mij een keer een vliegende achtbaan gemaakt. Nu deze. Een fladderende achtbaan. Oké, okay, plaats ik gewoon mooi daar achter die toren. Achter die meldkamer of zo, wat ik mag voorstellen, volgens mij wel. Kijk, heeft hij. Ja, die heeft een actiefoto gedeeld. Dat is helemaal top. Daar wordt Ido namelijk heel blij van. Ha! Ja, want ja, als het om geld gaat, kan dat wel heel goed. Monies! Woehoe! Gaan we gewoon deze kant even op met een lange bocht. Even zien, we hebben verticale loopings. Ja, en we hebben ook half. Weet je niet waarom ik dit bouw? Ik weet niet wat je bouwt, maar dat maakt niet uit. Een lift. Oh, je doet maar. Nee, dan ga ik eens even niet zo hoog doen. Dat lijkt me geen verstandig idee. Een stukje pad kost 202 euro. Dat is veel. Dit vind ik ook wel grappig. Zo'n heuveltje net over een stuk... Ja, het moet eigenlijk geen pad voorstellen, maar... Ja, het is in principe wel een soort van pad, maar oké. Okay. Nee, terug. Het is voordeel, hè? Geld. Ja, dat is zeker een voordeel. Van 18 meter naar 12. Oh, dat redt hij waarschijnlijk wel. Nee, fuck! Ja, doe dat over, serieus. Een attractie aan het bouwen. Ik ben een zelfmoordbruggetje aan het maken. Serieus, zijn we nu al weer uit het geld? Ido, wat de fuck ben je aan het doen? Hallo, misschien wat de fuck ben jij aan het doen? Gewoon een beetje de achtbaan aan het bouwen. Ja, dat kost veel meer dan mijn attractie. Weet je dat zeker? Want je zat in een pad te bouwen van 200 per stuk. En dan vragen wat ik aan het doen ben, nou. Maak het eerst even afbouwen dan. Nee, dat wacht ik wel weer, zoals gewoonlijks.
Waarom zou je überhaupt een lift willen naar een... naar zo'n hoge verdieping? Why? Het is niet alsof we ruimte tekort komen of zo. Oh, mijn pak kost even 11.000 euro. Ja, geen wonder dat we van 10.000 naar 0 zijn gegaan. En nog meer. Ik wil even een nieuwe advertentie starten. Maar het positieve is dat we wel bijna van zaten net aan de 2600 bezoekers. Op mijn scherm. Ik weet niet of dat bij jou zo was. Mijn scherm bijna. Was het wel zo. Maar kijk eens of we weer geld bij krijgen dan. Dat is waar. Zo. Dan gaat dus een Rick racewagen. Vroom, 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 vroom. Ik vind het ook zo vaag dat je in mijn bobslee-achtbaan zo'n Oosterse stijl van muziek hebt gegeven. Hij heet alleen geen bobsleebaan meer. Batslee-achtbaan. Fuck you. Die naam kan bij één iemand verzinnen. I'm proud of it. Wat ook echt één groot mierennest bij jouw fladde achtbaan. Zoiets. En bij mijn achtbaan is één grote mierennest en een nieuw gedeelte. No one gives a fuck. Ik ben er een stuk bijgebouwd. I need monies, dus 45 euro in parkinterest. Goedkoop zat voor dit park. Zie ik er wel. Omgekeerde shuttle. Oké. Okay. Ja, want die shuttle staat niet recht. Hey, een splinter. Even weer met je nagels eruit halen zeker. Pinset. Pinset, gewoon met je fucking vingers. Gewoon met je tanden. Tanden, gewoon eraf schuren die zitten. Gewoon erin laten zitten. Gewoon eraf zagen. Ja, gewoon je hele vinger eraf zagen. Ja, er zat een splinter in. Ja, waarom heb je je fucking vinger afgezaagd dan? Ik heb toch niks voor niks een ziekenkostenverzekering. Ido, het duurt lang. Mark, maar stel dan een lening af. Waarom? Zo'n parkwaardering gaat een beetje omlaag. Dat is zo. Waarom moet ik het gek vinden dan? Weet je hoe dat komt? Omdat gewoon zo'n typisch druk is overal. Behalve bij dat nieuwe gedeelte. Ja, maar dan moet je het doen met die achtbaan. Ik ben ook gek. De enige attractie die open was... Oh nee, laat maar. Ik heb niks gezegd. Sst. Mark, je mag weer bouwen. Ik sta in de main. Ja, klopt. Als ik nou even een klein stukje pad bijbouw... Dan hebben wij weer een nieuwe attractie open. Als je wat meer mensen verspreid op de... Maar bal ondertussen, mouwen. Dat gaat niet doen. Zo. Ik was al vol aan het gapen, dan komt hij nog aan. En dan dacht ik aan het begin van de aflevering dat we nog zoveel geld hadden. Hadden we ook, ja. Maar niet meer hebben, ofzo. Niet meer hebben, niet. Like if you cry every time. Nou, laat hier nog geen comments op geven. Dan weet ik zeker dat de mensen gaan huilen. What the fuck is een inline twist? Ja, iemand in de klas zei dat ook zo mooi tegen mij. Like every time when you cry. Ik zei dat doe je heel dagelijks met je vriendin, hè? Oh.
Het ging een keer in de klas. Nee, dat was te veel. Weggehaald. Je kunt nooit genoeg weghalen. Ga ik dit even fixen dan? Je bent maar een einde aan breien aan de achtbaan. Ja. Maar. Ik heb hier ruimte dan. Mijn lift is best wel in trek. Zeker. Mensen gaan erin. Ja, dat is positief. Ik heb niet veel meer mensen meer erbij. Nee. Ik vind eigenlijk wel dat we deze missie gehaald hebben. Ja, ik ook wel. Maar we moeten nog een heel jaar volmaken. Ja, het kan eigenlijk nog elke kant op. Maar die 400, die 350 extra bezoekers moeten we dan vol zien te houden. Ja. Nee. Pararararararara. Ik kan hier wel eens een extra pad aanleggen, naast alle bestaande. Dat is goed. Zo, en nog een blokremmetje erbij. Hoppakee, en dat is weer een achtbaan klaar. Oké, nu is even zo dadelijk testen, maar eerst even de functies allemaal goed zetten met de kettingheuvel. Twee treinen, 6 karretjes per trein. Er zit eerst nog eens één trein erop. Oké. Okay. Ja. Mark, altijd eerst één trein. Vandaan. Oké. Okay. Want als hij nou eens niet haalt, heb je geen crash. Dat is waar. Of ja, meestal stelt het zich dat er ook wel af. Dat de andere attractie niet verder gaat voordat hij weer bij een bepaald punt is. Bijvoorbeeld, ik zeg. Maar ja, maar niet altijd. En het punt van niet altijd, dat wil je toch het liefst even voorkomen. Nou, ik ga geld verspillen. Ik ben niet echt heel erg blij met één punt. Dus dat ga ik... Dan zit je 2 punten achter. Nee. Ik moet dat even aanpassen hoor. Het heeft toch wel mee te maken dat het, ja, een beetje irritant loopt, dat stuk. Dan mot ik nog een keer naar links en dan heb ik het als het goed is. Goed. Dan heb ik het als het goed is goed. Goed voor Nederlands. Wat zeggen ze op je goedste vak? Precies. Nieuwe attractie is beschikbaar. Omgekeerde afbaan. Kijk, daar ben ik nog beter blij mee. En de laatste beetje gaat ook niet zo langzaam, dus dat is ook wel fijn. Het gaat ook niet zo snel. Jemig, ik heb vandaag echt iets met mijn. Met wat ik wil zeggen, maar dan denk ik van. Ja, dan is het gewoon totaal niet vloeiend Nederlands. Niet dat het altijd al wel is geweest hoor. Ik ben echt heel slecht met Nederlands en daarentegen. Dat was mijn mening. Wat zijn er allemaal? Ja, precies. Ik was steeds heel constant met mijn paarden aanleggen. Zo, hoppakee. Oké, nu nog even. Wachtrij tv'tjes erbij, pleuren. Wat de heck is het voor mierennest? Wat is mierennest? Ons park. Oké, nu lopen alweer twee treintjes. Nee, niet openen. Sluiten. Het is pas
goed wanneer het goed is. En dat is nu. Komen al die mensen vandaan? What the fuck? Waar lopen ze allemaal heen? Ze lopen door een heel hangar heen en dan lopen ze weer heel terug op dan weer naar de gelassen in. Ik ga in Valtu te gaan. What the fuck ben je aan het doen? Wat? Ik laat het je wel zien wanneer de opname online is. Want dit is Oh wacht, dat heb ik per ongeluk Dit is ja. Noem je dat? Vaag. En richtingsverkeer. Dat blijkt maar weer. Nou, onze bezoek is die taal ook behoorlijk hard. Onze parkwaardering omlaag is. Maar ze hebben entertainers kunnen aannemen. Oh ja, vind je het gek? Onze advertenties zijn ook afgelopen. Omdat we niet genoeg geld hadden om het uit kunnen te verlengen. Er komt er zo meteen verandering in. Okay. Alleen er komen geen mensen in je achtbaan. Nee, dat zie ik nu ook. Ze vinden het te eng. Maar hoe komt dat? Wat is de resultaat dan? De intensiteitswaarde, ja, geen wonder! Ik denk dat dat iets wordt dat we de volgende aflevering maar eens even moeten gaan fixen. Ik zet dat ding weer op sluiten. Nee! Wat nee? Ga eens bezig met een test, kijk wat het misging. Oh. Wij zien wel waar het misgaat. Nou, in ieder geval, ik ga nu deze aflevering in ieder geval afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer op mijn kanaal. Zie ik volgende keer weer. Later.